inkomen. De mensen die soms ook niet in hun eigen inkomen, of veel niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Gewoon te hoog. En als we dat met elkaar zo op die manier laten doorgaan, dan hebben we weer hele andere zaaltjes vol met mensen die zeggen, onze wijk verpaupert en dat willen we niet. En wat gaat de gemeente daar eigenlijk aan doen? Nou, en dat is de reden geweest dat wij ooit die Rotterdam-wet hebben gedeeld. Nog steeds heel graag gebruiken ook. Maar we gebruiken hem wel in een stukje van de stad. Als je hier de kaart zou tekenen en je zou de vlekken aanwijzen die onder de Rotterdam-wetgebieden vallen, dan zijn dat echt maar beperkte stukken. Alleen als het nodig is. En in sommige wijken is het nodig. Dus er is ruimte zat in de stad, maar niet daar. Oké, dan praten we straks nog even over verder, Erik. Die komt nog aan de orde. Wat doet tijd? Ik wil het met die vrouw krijgen. Ik ook niet. Nee, ook niet. En wij allemaal niet eigenlijk. Nee. Ja, maar dat eerst het. Een opmerking. Het is echt de laatste. Dan krijgen we ruzie. Ik kom uit Leeuwarden, van Marco Verijn. En wat mij opvalt, ik ben ook in Italië geweest op vakantie. Ik heb 500 meter hier door Rotterdam gelopen. Tweede keer in mijn leven dat ik in Rotterdam was. Ik zou zeggen, kom uit de auto, ga op straat lopen, ze zijn er wel. Ja, dat is een heel flauw verhaal, want ik kom uit Rotterdam, ik loop alle dagen door Rotterdam. Dus u komt er twee keer in uw hele leven. Ik woon er vanaf mijn 19e. Ik ben begonnen in de Binnenbuurt op Zuid. Ik woon nu in Carnisse op Zuid. Dus ik geloof dat ik de stad wel ken. En wat we hebben te doen.